In deze video zullen we laten zien hoe we in SPSS analyses uitvoeren. SPSS bestaat uit drie schermen. De data editor, die we hier voor ons zien, de syntax editor en de output viewer. In de data editor zien we de personen die hebben meegedaan aan je onderzoek in de rijen staan en de variabelen zien we in de kolommen staan. Zo zien we bijvoorbeeld de leeftijd in de kolommen staan. We kunnen nu berekenen wat de gemiddelde leeftijd is van deze groep. Dit doen we door te klikken op Analyze, Descriptive Statistics, Descriptives en te kiezen voor leeftijd en die hierin te voeren. In deze cursus klikken we niet op OK, maar klikken we op Paste. Dit brengt ons bij de Syntax Editor en in de Syntax Editor staat de code die we zojuist hebben opgevraagd. Hier zien we dat voor de variabele leeftijd het gemiddelde, de standaarddeviatie, het minimum en het maximum wordt gevraagd. Door dit te selecteren en te klikken op het groene play-symbooltje, klik je op Run en wordt de analyse uitgevoerd. En dit brengt je bij de Output Viewer. We gaan dus in SPSS van de data naar de syntax naar de output. En dit levert ons het resultaat op. Deze drie verschillende bestanden, de data, de syntax en de output, moeten ook afzonderlijk worden opgeslagen. Je saved een bestand met je data, je saved een bestand met de syntax en ook van de output. En dat doe je door te klikken op File en Save As. Dat geldt voor alle Windows die je hebt. Dus ook al ga je naar de syntax editor, daar dien je op File, Save As te klikken.